relaxed een kopje koffie drinken. Dat is voor mij echt genieten. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2009 voor het eerst bij toeleverende bedrijven in de maakindustrie binnenkwam. Dat was eigenlijk het begin van de financiële crisis. En wat mij toen opviel is dat ik bij sommige bedrijven zag dat ze werkelijk aan het kaarten waren naast de fax. Ze hadden namelijk helemaal geen orders. Ze hadden een vraaguitval van soms wel 30%. Dus ze hadden tijd genoeg om van hun koffie te kunnen genieten. Maar om dat dan nou te zeggen dat dat heel relaxed was? Nee, allerminst. Deze bedrijven die hadden last van het opslingereffect. Consumenten geven minder uit en het effect daarvan dat zijpelt eigenlijk door die keten heen. Laten we eens kijken wat dat nou betekent voor een gemiddeld bedrijf voor hun supply chain. En dit bedrijf in ons voorbeeld produceert, assembleert, distribueert en brengt het vervolgens naar de consument toe. Op het moment dat die consument ervoor besluit om minder te bestellen, dan heeft dat impact op die supply chain. En wat je veel ziet, is dat het effect daarvan eigenlijk door die hele supply chain heen opslingert. Die schakels zijn met elkaar verbonden, maar hebben onvoldoende zicht en grip om ook snel te kunnen reageren op die vraag. En hoe kan dat nou? Nou, die bedrijven die werken met klassieke MRP. En het voordeel van dat MRP-systeem is dat al die bedrijven met elkaar gelinkt zijn. Wat ook meteen het grootste nadeel is. En eigenlijk best gek dat we dat doen in deze tijd, want die vraag die fluctueert sowieso in deze tijd heel snel. Wat nou als je dat op een andere manier aanvliegt? Wat nou als we die keten ontkoppelen door een aantal strategische buffers in die keten te plaatsen, dat op het moment dat de klant een andere type vraag inlegt, dat effect daarvan wordt gedempt in de keten. Daardoor zijn die bedrijven veel beter in staat om snel en adequaat te kunnen reageren. En die buffers die houden rekening met voorraden en capaciteit. En op het moment dat er een bepaald niveau van die voorraad wordt bereikt, hoort daar een bepaald type actie bij. Dus je gaat veel dichter op de business zitten. En dat is eigenlijk in de kern, simplistisch uitgelegd, demand-driven MRP. Onderzoek wijst uit dat bedrijven die succesvol DDMRP hebben geïmplementeerd, 30-45% minder voorraad in de keten hebben. Verder zijn zij in staat om hun OTIF van tussen de 97% en 100% te realiseren. En tot slot hebben ze resultaten gerealiseerd waarbij de doorlooptijd met 80% is gedaald. Kortom, op die manier wachten tot je order binnenkomt is een stuk ontspannender als waar ik mijn verhaal mee begon. Bent u ook benieuwd wat DDMRP voor u kan betekenen? Schrijf u dan snel in voor ons webinar op 4 april. Ik ga nu van mijn koffie genieten.